We kennen denk ik de beelden allemaal inmiddels. Afgelopen vrijdag werd een 53-jarige inwoner van Doornspijk om 10:30 's ochtends met geweld meegenomen door 3 mannen vanaf de Oenenburgweg in Nunspeet. Een buurtbewoner filmde dat. We zien de ontvoerders met bivakmutsen. Hun slachtoffer wordt met vastgebonden handen in een BMW gezet. Zijn eigen auto, een Mercedes, staat daarvoor. Uiteindelijk zien we de 3 ontvoerders dan instappen. Voorop een Mercedesbus, een zwarte BMW en de auto van het slachtoffer. Er werd meteen alarm geslagen en na een 30 minuten werd de bus al teruggevonden. Die stond op een carpoolplaats langs de A28 bij Nunspeet, aan de Eperweg. Leeg uiteraard. Van de ontvoerders en hun slachtoffer was geen spoor meer. Ja, urenlang was het 53-jarige slachtoffer van de radar, tot hij om 9:00 s'avonds lopend en ongedeerd weer bij zijn huis in Doornspijk terugkwam. We hebben op dit moment live verbinding met de meldkamer van de politie in Apeldoorn. Mevrouw Naber, wat heeft het slachtoffer inmiddels over de daders kunnen vertellen? Nou, we weten dat het minimaal om 1 blanke dader ging en dat er Nederlands is gesproken tegen het slachtoffer. Maar verder waren de daders gemaskerd en ook het slachtoffer kreeg iets over zijn hoofd getrokken. Dus meer dan dat weten we op dit moment niet. Ze riepen dat ze van de politie waren, hè, die ontvoerders? Ja, ze riepen dat ze van de politie waren. Dus de getuigen en ook het slachtoffer dacht eerst dat het om een arrestatieteam ging. Maar al snel werd duidelijk dat het echt om een gerichte ontvoering ging. Ja, iedereen vraagt zich op dit moment af, wat is er nou in de uren dat hij verdwenen was met dat slachtoffer gebeurd? Ja, de ontvoerders zijn nog niet aangehouden. Dus omwille van de veiligheid van het slachtoffer willen we daar op dit moment niet veel over kwijt. Maar hij is in ieder geval bedreigd. Uiteindelijk is hij in de omgeving van Drunen in Brabant vrijgelaten op een afgelegen locatie. Waar dat precies was, dat onderzoeken we nog. En daarna is hij op eigen gelegenheid naar huis gekomen. Ja, wat gebeurt er nu op dit moment in uw onderzoek? We praten natuurlijk verder met het slachtoffer en ook inventariseren we waar mogelijk de daders gefilmd zijn. En we hopen natuurlijk dat de kijker ons kan helpen. De daders zijn op behoorlijk veel plaatsen geweest, dus voor al die locaties geldt dat we graag in contact komen met mensen die op die plekken misschien iets gezien hebben. Duidelijk oproep, dank mevrouw Naber. En we kijken met u thuis naar de tijdlijn van afgelopen vrijdag. Om ongeveer 10:30 afgelopen vrijdag 2 december wordt de 53-jarige man klemgereden op de Oenenburgweg in Nunspeet. Op de beelden zien we de 3 hoofddaders. De mannen zijn vermomd. Ze lijken alle 3 stevig gebouwd, dragen donkere kleding. Het gaat om deze combinatie. Mocht u bijvoorbeeld hun kleding herkennen, dan is die informatie ook welkom. Na de ontvoering zijn de daders mogelijk direct naar de carpoolplaats aan de Eperweg langs de A28 bij Nunspeet gereden en overgestapt. Daar wordt in ieder geval om 11:00 hun Mercedes Sprinter leeg aangetroffen. Ook daar kan iets van gezien zijn. De Mercedes Sprinter is ergens in de avond of nacht van 9 op 10 oktober gestolen aan de Regge in Rotterdam. Is dat opgevallen en waar is die bus in de tussentijd geweest? De ontvoerders reden in Nunspeet ook weg met de auto van hun slachtoffer. Deze Mercedes-Benz E500 voor Matic met kenteken 5TVB05. Die auto is pas sinds gisteren terecht. Hij werd na een tip gevonden en stond hier vrijwel naast de glasbak op deze parkeerplaats aan de waterweg in het buitengebied van Putten. Wie heeft er aan die waterweg in Putten gezien hoe een zwarte Mercedes werd neergezet? Dit is waarschijnlijk vrijdagochtend tussen 10:30 en 12:00 gebeurd. Volgend bekend moment, aan de Hertogstraat in Overlangel, Brabant, wordt vrijdagavond rond 11:00 de zwarte BMW brandend teruggevonden, waarin het slachtoffer meegenomen is. Uiteraard wil de politie iedereen spreken die iets van het achterlaten van die auto aan de Hertogstraat heeft gezien. Is er misschien iemand overgestapt in een andere auto? Deze achtergelaten zwarte BMW is gestolen ergens in de avond of nacht van 27 op 28 november vanaf de Kalshof in Oosterhout. Ook informatie over die diefstal is zeer welkom. Ja, veel details staan allemaal op de site nu. En een speciale oproep nu ook aan tankstationhouders. Werkt u nou bij een tankstation tussen Nunspeet en Overlangel? Wilt u dan alsjeblieft in uw beelden kijken of er vrijdag tussen 8:30 en 13:00 ongeveer is getankt met of die Mercedes-Benz of die gestolen BMW. De opsporingstiplijn is dus nu gratis te bellen op 0800 60 70. En voor mensen met achtergrondinformatie is er dit nummer. Bel 079 345 8999 wanneer u liever een vertrouwelijk gesprek met het team Nationale Inlichtingen wil.